Bij mij aan tafel wetenschapsjournalist Diederik Jekel, kunstenares en coach van project Rembrandt Iris Frederiks en finalisten Madelief, Jeffrey, Filip en Thomas. Ja, welkom allemaal. Spannend. Iris, dus komende zondag dus die finale. Wat moeten de kandidaten gaan laten zien? Wat wordt er nog meer van ze verwacht dan in de afgelopen afleveringen? Het wordt steeds spannender en deze kanjers die gaan de vaandeldrager van Rembrandt kopiëren. En niet zomaar in het Rijksmuseum, waar ze ook mogen overnachten. Dat betekent dat ze 24 uur hebben voor de technische opdracht, in plaats van normaal de 1,5 uur. En ja, ze mogen dus ook slapen, maar ik weet niet hoeveel jullie geslapen hebben. Nou, hebben jullie geslapen? Ik heb wel 2 uur stilgelegen. Ja, niet eens 2 uur. Van verloren tijd. Niemand kan 24 uur achter elkaar een topprestatie. Fysiek is wat je armen te kunnen. Ja. Op een gegeven moment gewoon echt heel moe. Ja, dus dat is juist ook wel het spannende van wat gebeurt er dan. En gelukkig hebben jullie dan hopelijk wat aan coach Thias gehad. En ook ik heb wat bijdrage moeten leveren. Soms zeg ik van nou, stop er maar even mee of ik kon nog even helpen. Ja. Maar ze moesten ook daarna een eigen werk maken, waarin ze dus wel heel veel tijd hadden om dat thuis te doen. En dat kan ook weer een speciale uitdaging zijn. Want dan heb je de tijd en wat ga je dan doen? Ja. Dus dat is super spannend. En dat gaan we allemaal in de finale straks zien. Confronterend lijkt me dat. Het moment dat jullie allemaal eigenlijk als hoogtepunt benoemen is de uitzending op de Kinderdijk. Ja. Wat maakt dat zo bijzonder, Iris? Ja, het was sowieso, zijn de opdrachten allemaal heel spannend en van hoog niveau om daar wat van te maken. Heel moeilijk, zeg maar. En zij moesten een landschap maken van de molens. En de dag begon stralend zonnig. Echt zo'n Hollands landschap met gezellige wolkjes. Je moet je voorstellen, je mengt je kleurenpalet helemaal daarop. Nou, de schilderij staat er half op. En kijk hierachter zien wat er gebeurde. Je zag die molens niet eens meer. Dus de schilderijen waaiden weg, hier een palet in het water. Vreselijk, dat is toch helemaal doorweekt. En het is olieverf op waterbasis. Je kan je voorstellen, nou, het was echt van jongens, we gaan door. Maar het was gewoon hilarisch. En echt zo knap. Dat, ja, jij hebt je hele schilderij, was op een gegeven moment grijs. Het was geweldig en we hebben ook echt lol gehad en gelachen. En dat maakt dat het zo'n speciale herinnering is. Nou ja, en het is natuurlijk ook iets waar kunstschilders vroeger ook mee te maken hebben. Absoluut. Als ze buiten stonden te werken. Hè, dan krijg je ook met alle weertips te maken. Dus ik weet alleen niet of ze dan doorgingen. Nee, onder de arm waarschijnlijk en wegwezen. Nou, dat doet ze als paraplu, ja. Ja. Filip, jij kreeg ook een gouden tip van Iris. Laten we even kijken. Filip, ja, ik vind het echt... Ik vind het echt prachtig. Oh. Dus ja, jij bent de kunstenaar. Mm-hmm. Jij beslist of jouw werk af is of niet. Uh-huh. Kan een ander nooit voor je doen. Mm-hmm. Maar ik vind hem echt dat ik denk van... Hey, ga jij eens even lekker koffie drinken. Pak een stuk taart erbij als we dat hebben hier. En ga eens even lekker genieten van je succes. Oké. Okay. Ja, wat heb je daarvan geleerd? Ja, nou, ik heb daar wel echt geleerd... Ja, een bepaalde op een andere manier naar te kijken. Ik dacht gewoon, ik ga door tot het bittere eind. En door tot alles helemaal een soort van afgewerkt is. En op dat moment was het gewoon, oké, even een stap terug. Het heeft iets spontaans en zo. En als ik gewoon alleen maar door blijf priegelen, dan kan dat ook verloren gaan. Ja, als ik er nog wat over mag zeggen. Ja. Het onderwerp was ook beweging. En nu zie je, het is schetsmatig geschilderd. Je voelt de beweging nog en een gevaar is... Dat je te precies, heel veel amateurschilders denken, hoe preciezer het is, hoe beter. En in die korte tijdsvlak wat ze hebben, kan je eigenlijk maar een soort studie maken. Omdat het à la prima nat en nat is geschilderd. En bij de finale opdracht hebben ze de tijd om het langer te doen, maar dan droogt de verf ook tussendoor. Ja. En dat kan hierbij niet. Dus daarom is het vaak zo dat ze eigenlijk, ja, ik soms even zeg van snap, stap even achteruit en kijk en dan hoe is het al goed is. Genoeg. En dan kan je juist als je doorgaat het minder maken dan. Inderdaad, ja. Dus ik ben heel blij dat je toen hopelijk taart bent gaan eten. Ja. Het tipje van de sluier, Iris, wat gaat het losmaken de komende aflevering? Ik weet natuurlijk altijd wat er gaat gebeuren. Dat er een schilderij, een persoonlijk verhaal vermeld gaat worden. Maar dit keer kwam het echt. Het kwam zo bij mij naar binnen. Ja, ik moest echt wel een traantje wegpinken. Ja, van ontroering. En sowieso van alle kandidaten was ik heel erg onder de indruk. Gewoon echt omdat het niveau. Zo knap is wat ze... Zo knap, maar ook het is echt emotioneel raakt het ook heel erg. En dat doet kunst. En dat kan op allerlei manieren, maar dat gaan jullie allemaal zien als jullie zondag kijken.
Ik praat even tegen iedereen. Ja. Tegen het volk. Komende zondag dus. Ja. De finale van Project Rembrandt om 20:30 op NPO 1. En degene die wint krijgt niet alleen de titel beste amateur kunstschilder van Nederland. Maar mag ook zijn of haar meesterwerk exposeren. Dank jullie wel allemaal. En ja, niet meer heel veel succes, want het is al opgenomen. Maar geniet van de uitzending.